afgelopen jaar van Monique als ambassadeur van Onbeperkt Nederland. Gaat ook, want daar zagen we beelden van over Bangladesh, want ik ben toevallig ook ambassadeur van het Liliane Fonds. En het mooie was dat ik Monique heb mogen meenemen naar Bangladesh om te laten zien hoe het kinderen met een handicap in de derde wereld gaat. En ja, ik vind zelf dat die documentaire een heel mooi beeld geeft van de confrontatie van jou ook met kinderen, zeg maar, lotgenoten daar. Maar eerst even over het afgelopen jaar. Wat heb jij nou het meest opmerkelijke gevonden en het meest belangrijke van wat je hebt kunnen doen als ambassadeur? Ja, natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd, interviews gegeven en nou ja, echt me helemaal gericht op eigen kracht. Wat ik zelf heel erg leuk heb ervaren is de gesprekken met jongeren en de presentatietrainingen van wie ben je, wat wil je, hoe presenteer je jezelf, ook naar bedrijfsleven toe, voor werk bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld het werken zonder balken en dat was ook erg bijzonder dat ik bij mij thuis kwam om echt te kijken van hoe leef je, wat komt er bij kijken en wat is daarvoor nodig. Maar ik ook binnen de media, Lingo, met het ziel. Het is eigenlijk allemaal hele leuke en hele bijzondere dingen gedaan. En absoluut wel mensen aan het denken gezet. Ja. Heb je het gevoel dat je iets hebt kunnen bereiken of iets hebt kunnen in gang zetten? Nou ja, Roos en Reni zijn mij natuurlijk voorgegaan. En ik heb zeker wel het gevoel, ook met de gesprekken binnen de politiek en dergelijke, dat wel de beweging zeg maar, die zij al teweeg hebben gebracht, met behulp van het Revalidatiefonds en vele anderen, dat ik daar wel weer mijn steentje aan bij heb kunnen dragen. Zet de goede richting in een beter geven. Tot slot nog even kort, wat is het meeste opgevallen bijgebleven van Bangladesh? Ja, ietsje heel wisselend. Sowieso hele blije momenten, zoals in het filmpje ook naar voren kwam met Tarek. Een heel erg leuk jong jongetje van 7 jaar. Die nu met de hulp van het Liliane Fonds kan lopen en spelen en rennen en doen. En wat je natuurlijk gewoon wil en ieder kind gunt, zeg maar. Maar ook wel de heftige dingen, hè? Dat je niet naar school kan als het geregend heeft en de paden zijn vol met blubber, zeg maar. Ja, dat is wat anders dan toegankelijk maken van een gebouw in Nederland. Hè? Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, nou we kunnen het allemaal zien en dat is op vrijdag, dus op de dag ook van het grote Keppelwoord Gala. Dan om 19:30, rond 19:30 is de uitzending van Lingo. Eigen kracht. Na iemand in Lingo? Na Lingo, op Nederland 1 dus. Dankjewel Monique. Ik ben ook heel erg benieuwd en ik vind het ook heel leuk om jullie vandaag allemaal te ontmoeten. De nieuwe kandidaten voor de Keppel Awards 2009. Dus ik kijk er echt naar uit om een stokje naar een van jullie ook weer te kunnen overdragen. Succes! Applaus voor Monique, dankjewel.